geluksdee. Hallo. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Milan. En ik ben vandaag mijn partner in crime, heb ik meegenomen. Hoe heet ze? Ze heet Ella. 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 En wat is het? Under my umbrella. 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 Er is een nieuwe umbrella uitgevonden, een paraplu. Ja. En dat is serieus waar. En dat is gewoon zo'n stok. Dit, gewoon. Ja. Dit is het. En die waait het water. Die waait het water naar de zijkant. Okay. Dus die heeft zeg maar niks van dat het opvalt. Maar die heb je gewoon zo vast. En die komt allemaal lucht uit. En die duwt het water naar de zijkant. Oh, dat is waarschijnlijk. Als je dan een tweede persoon naast je hebt lopen, dan zet je de stand wat hoger. En dan gaat hij nog meer naar de zijkant. Maar er zit dus gewoon niks boven je. Het is alleen eigenlijk gewoon een luchtdruk ding. Letterlijk een stok zo. Je hebt een stok vast. En daar komt lucht uit. En dat blaast het water voordat het op je hoofd valt. Blaast het weg. Oké. Okay. Alleen de personen naast je worden dan wel enorm nat. Scheid. Boeien, inderdaad. Jij bent droog. Maar dat bestaat. Dat is best gaaf. We zijn bezig met de computer. Want dit is jouw. Ik zeg we, maar eigenlijk Pieter, want ik snap er helemaal geen rol van. Ik heb een nieuwe videokaart besteld. De GTX nog wat 9. 89. Ja, zelfs ja. Ik wist dat. Ik veel. Ik heb gewoon wat gehaald wat Pieter zei dat goed was. Ja. En nu gaan we hem erin zetten. Nu gaan we hem in het inbreken en hopen dat het werkt. Oké, okay, waar moet hij in dit zootje? Dit zijn mijn oude, toch? Dat zijn je oude, inderdaad. Maar dus je had er twee? Ja, ik had er twee. Laat eens de stofkant zien. Fucking vies. Zie je dat op mijn vinger? Ja, ik zie je vinger. Oh, het schijnt wat erop zit. Weet je wat dit voor bedoeld is? Eigenlijk? Ja, spinnenwebben weghalen. Ja, voor de hoekjes, ja, zeg maar. Ja, daarboven zit ook een spinnenweb. Serieus? Ja, daar. Godver. Ja, eigenlijk, ik bedoel, jij zit hier het vaak. Dus eigenlijk is dit een beetje jouw domein. Dus dan moet je het ook op een juiste manier verzorgen. Nee. Nee? Hallo, het is ook jouw huis. Ja, dat zeg ik heel vaak. Maar dat zeg jij nooit. Je hebt echt niks te doen als je computer gewoon niet werkt. Nee, als een computer... Dat is zelfs internet niet werkt. Dat is echt van een hel hier gaan. Ja, maar dan hebben we tenminste nog altijd een liedje wat we kunnen zingen. Ja, en dat is... Internet. Net als je hier nu ben je interweg. Interweg. Schroeven. Sorry? Schroeven. Ik had ze ergens neergelegd hier, maar... Schroeven. Net was je hier nu ben je schroeverweg. Schroeverweg. Ik heb geen idee. Nee, maar wat ik wel met deze stoffen wou doen, ik wou net zeg maar gewoon dit schoonmaken. Alleen dat kan natuurlijk niet met dit. Stom. Maar ook niet met een stofzuiger, want dat is te gevaarlijk, toch? Staatselektriciteit. Statische elektriciteit. En ja. Wat gebeurt er dan mee? Alles gaat stuk. Oké, dus als je een computer thuis hebt en je wil schoonmaken, niet met de stofzuiger doen, alles gaat kapot. Of ja. Kan kapot gaan. Het gaat gewoon kapot van Michael Bay! zo ongeveer. Dus heb je een stofzuiger, wil je een leuk trucje, Michael Bay, stofzuiger en computer. Ja, je kan gewoon je eigen Michael Bay film regisseren. Ja, of je kan karaoke doen. Ja, dat staat nu op het internet. Maar ik heb een persdruklucht-ding. Besteld. Maar die is niet aangekomen. Dus oplichters? Ja, dat zijn sowieso oplichters. Ik weet niet eens meer welk bedrijf. Zo erg is het. Check je e-mail. Oh nee, dat kan niet! Maar heb je de schroef al, hè? Nee. Hoe kan dat? Ja, goede vraag. Hier misschien. Ik kijk zo, waarschijnlijk is het ergens op de grond liggen. Grond? Ja. Er liggen wel schroeven, maar dat is niet wat anders. Ik word gebeld. Snap, pik je telefoon. Hallo? Hij zit erin, toch? Dat is wat she said, maar ja. Ah! Milan wil het. Oh, ineens vet veel ruimte. Ja, je moet er gewoon nog eentje gaan bijprikken. Moet? Als ik hem nu aanzet, ontploft hij niet. Je kan het proberen. Oké, okay, laat het gewoon proberen. Dankjewel, man. Geen probleem. Dus dat was het avontuur van videokaart. Wauw. En nee, kijk hoe dit zit. Weet je wie dit is? Dit is een mail. Kun je kopen. Oh shit, man. You okay? Hoe komt het dat je hoofd stoten? Technisch gezien ging je hoofd helemaal niet naar beneden, maar hij schoot wel naar achter. Wat voor magische truc is dit? Acteerwerk. Kinetische energie tegen je hoofd aan.
Kinect? Wat is kinetisch. Kinect? Wat zit je nou weer? Kijk ook hoe dit eruit ziet. Superstofvrij. Oh, ik dacht er staat ook letterlijk op superstofvrij, maar dat staat er niet. Nee, maar dat is het ook niet. Dus dat scheelt weer. Maar zie je dat? Ja, met mijn oog wel, maar op de camera weet ik het niet. Maar er komt stof in. Ja, nu zie ik het. Wacht, het vliegt hier overal. Wat een kutleven. Wat wel leuk is, alles kan uit elkaar, zie je dat? Kijk hoeveel stof, jongen. Oh my god, hier moet je een stukje kaneel. Ah. Oh. Inblazen. FIFA Challenge? No fucking way. Echt opeens overal in de reacties. Ja, ja, lik het stof. Ja, doe het, doe het. Dan zijn jullie fucking gek geworden. Oh, dat ziet er ook lekker gezond uit, dit. Mooi matje. Hoe kan dat wit zijn? Nou, dan maar douchen. Wat een kutgrap. Voor Roos. Verwijdering. Haal nu product X. Het is helemaal niet leuk dit, jongens. Hoe krijg ik die dopjes zo makkelijk af? Nou, eraf halen. Ja, dat doet pijn. Wat? Hé, hey, wat is dit? Wat? Ik weet niet waar jij hebt gezeten, maar er zit een sticker op je ijs. Hoe kan dat nou weer? Die stond, die, ik heb het serieus niet gedaan. Ja. Ik zweer het, ik heb dat niet gedaan. 100%. Wat de fuck, krijg je deze shit niet af? Nou, dat bedoel ik. Geef maar, ik doe hem met de sleutel. Ik doe hem met de sleutel. Wat een kutgrap. Wat een kutgrap. Jongen, dit krijg je niet los. Hé. 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 Dat is dom. Ik heb mijn camera vast. Het waren de onderburen. Ik krijg hem niet af. Godverdomme. Hier is nog wel vast. Oh, die zit ertussen. Ja, die moet er even uit weer. Lol. Lol. Teleurstelling met Pieter en Milo. Kutzooi. Waar gaat het om? Kijk, het gaat hierom. Deze zwarte dopjes, die willen niet los. Zie, die zitten hier vast. Maar die zitten achter dit rode, ja. Waardoor je ze niet los krijgt. Hier zit ook een dopje op, maar die heb ik eraf gehaald. Ja. En deze krijg je gewoon niet los. Nou, zijn al je die moeten er allemaal af. Ja, dus ja, nou moet het rode gewoon... zit gewoon in de weg. Nou moet je die hele kaart er weer uithalen. Nou, ja. Och, de tering. Ik heb hem vast er. Oké. Okay. Operatie deel 2. Oh, kijk dit. Wat is het? Stof. Kijk. Oh, weet je dat we deze voor de livestream doen, dat zijn ze dan helemaal schoon opgemaakt? Ja, dat weet ik nog wel, ja. Dit zit echt muur en muur vast. Maar als ik hem gewoon even met de vaatwasser. Hoe krijg ik dat dan, dat die stof daarmee? Onder, there we go again. Oké, let op. U ziet het eerste resultaat. Shit, gewoon. Dit is shit. En nu? Met een paar mapjes van de wonderstoffer Ella en een paar twists. Is het binnen no time. De twist and go stoffer. Hey, wat de shit? Dit is serieus weg. Ja, dit is toch ook een erg serieuze telcel reclame? Ja. Fantastisch product. Ik zeg u, bestel nu en krijg er gratis Pieter bij. Maar wacht, als je nu bestelt, krijg je ook nog een gratis... K, ik ben een mailshirt. Waar wacht je nog op? Bel 0909 0505 0606 0707 0808 1111 en de rest komt vanzelf. Ik ga nu gelijk bellen. Wat was het ook weer? Kun je dat herhalen? Nee. Oh. En zo, de computer fluisteraar. Oh. Ik krijg er een beetje vieze nasmaak. Oh, dit is echt vies. Slechter dan citroen? Zeg je dat ook? Slechter dan citroen. Oh, wacht. Volgens mij vind jij het gewoon echt expres leuk om je computer stuk te maken. Zo maak je hem niet stuk. Computer, net was je heel, nu ben je helaas stuk. Helaas, helaas stuk. Discriminatie. Maak me even klaar. Zeg, wil je mijn trui niet zo mishandelen? Zeg, alsof dit zo'n mooie trui is. Ja. Het is een hoodie. Direct. Nee. Rick. Mijn anaconda don't. Dit is toch wel een dieptepunt, hè? Ja. Even. Ja. Zo! Ah, daar piep ik zelfs even van. Oh.
Ik heb gewoon kippenvel nu. De payback is real. Oh. Eindelijk. Oh, ik dacht al eens lang stil ineens achter mij. Dan mag het niet stil zijn. Dus je ventilator. Je hebt het kapje losgehaald. Hiervoor. Oh, hij zit vast in het wind. Stop! Goed zo. Hey. Oh, daarom is dit zo afgebrokkeld. Het zat er gewoon in. Het zit gewoon af en toe in die ventilator. Zo! It's alive! En dankjewel, Pieter. Ja, deze videokaart die ik nu heb gehaald is 2 keer zo goed als die 2 die ik daar heb, toch? Zeg maar gerust ongeveer 3,5 keer. Maar je haalt niet de optimale performance eruit, want je hebt een oud moederbord. Ja, dus dan is het... De helft. De helft sneller. Dus ik heb 2 eruit gegooid en ik gooi er 1 in en dan ben ik alsnog... Ja. Yep. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Pieter. Vergeet niet te liken en te abonneren. Don? Is dat licht niet kut? Ja. Ik ben even speciaal hier gaan staan. Bedankt. Oké, even wachten. Wow. Fucking knap. Wat, Pieter of zijn wenkbrauwen? Dagelijks HD.